Hakim Ziyech was vorige week met zijn huidige club Ajax weer even terug op de plek die hij maar al te goed kent. De middenvelder doorliep in Friesland de gehele jeugdopleiding en debuteerde er in het betaalde voetbal. Nou, ik ben Hakim Ziyech. Ik ben 18 jaar oud. Ik word binnenkort 19. En, ik kom uit Dronten. Ja, mijn linkerbeen. Passing is goed. En mijn overzicht. Het is januari 2012, wanneer Ziyech voor het eerst mee mag op trainingskamp met het eerste van SC Heerenveen. Onder de Portugese zon mag de jonge middenvelder een week lang trainen met jongens als Bas Dost, Filip Jurisic en Michel Breuer. Hakim is er voor het eerst mee. Ja, Senior is er voor het eerst mee. Luciano, hè? Luciano Slagveer, is vorig jaar al een keer mee geweest. Nou ja, het is de bedoeling dat we die jongens laten ruiken aan ook een trainingskamp. Hè? Maar ook gewoon een week trainen met de eerste selectie. De uitnodiging om mee te gaan is het resultaat van ruim 7 jaar hard werken op Sportpark Squatterwold. Ziyech, op dat moment nog speler van de A1, maakt in 2004 de overstap van ASV Dronten naar de jeugdopleiding in Friesland. Het is een rustige jongen. Met een hele goede techniek. En die mag zich nauw laten zien. Hè, voor het eerst op het hoogste niveau. De jongen gaat met stappen vooruit. En het is de bedoeling dat hij dit als meerwaarde ook weer meeneemt. Ik hoefde niet echt veel druk op mezelf te zetten. Ik moest gewoon genieten en doen waar ik goed in ben. En waar ben je goed in? Ja, voetballen. Ziyech laat in Portugal in het oefenduel tegen het Duitse Leverkusen meteen zien wat hij kan. Ja, zeker een mooie goal. Maar er zat ook wel een beetje geluk bij, denk ik. Was gewoon op het goede moment dat ik hem ook goed raakte. En ja, geluk heb je soms. En deze keer had ik geluk. Terug in Friesland sluit de middenvelder weer aan bij de A1 en speelt hij af en toe mee met de beloften. In april 2012 zet Ziyech zijn handtekening onder zijn eerste 2-jarige profcontract. Dat is ook een stuk vertrouwen van de club en dat moet ik omzetten in het voetbal. En ik hoop dat ik dat zo goed mogelijk kan doen. Ja, voor je het weet kan je er staan. En hopelijk gebeurt dat. Het is juli 2012, als Marco van Basten het hoofdtrainerschap heeft overgenomen van Ron Jans. Ziyech voegt zich officieel bij het belofteteam en mag de gehele voorbereiding meedraaien met het eerste. Hij maakt een goede indruk en scoort 3 keer in de oefenwedstrijden. Heerenveen heeft zich dat seizoen dankzij de 5e plaats op de ranglijst gekwalificeerd voor de 3e ronde van Europa League. En daarin treft het Rapid Boekarest. Door het vertrek van Bas Dost naar Wolfsburg, een aantal blessures en het feit dat Alfred van Bogason dan nog niet is aangetrokken, wordt Filip Jurisic een linie naar voren geschoven. En dat betekent dat er een plek vrijkomt op het middenveld. En dus maakt Ziyech op 2 augustus 2012 officieel zijn debuut in het betaalde voetbal. Eergisteren trainde ik al wel met de basiselftal. En gisteren bij de training wist ik het zeker. En toen je het hoorde, wat dacht je toen? Ja, nu gaat het gebeuren. Dit is waar je zo hard voor gewerkt hebt. Ja, zeker. Maar komt het sneller dan verwacht? Ja, ik denk dat ik had mezelf wel ingeschat dat ik eerst in de tweede zone ging. Dat is aardig snel gevallen. Ja, het is iets om van te dromen, denk ik. Je maakt je debuut en na 10 minuten of kwartier geef je al een goede assist. En had niet beter gekund. Zie je. En als hij er langs is, en dat is hij, Heerenveen wellicht op weg naar 1-0. Oh, wat mooi afgemaakt. Oh, oh, oh. Jurisic. Ik ben wel tevreden over mezelf. Ik heb wel wat laten zien. En ik hoop dat ik deze lijn door kan trekken. I just wanna shine.
moe gestreden verlaat Ziyech na 50 minuten spelen in het veld. Ook in de daaropvolgende uitwedstrijd tegen Rapid en de eerste competitiewedstrijd tegen NEC mag de Jeugd International een helft meespelen. Maar daarna moet hij een stap terug doen en aansluiten bij de beloften. En dat doet de middenvelder niet zonder succes. Het belofteteam onder leiding van Jan de Jonge kent een fantastisch seizoen. Samen met spelers als Kenneth Otikba, Doki Schmid en Mark Oet weet Ziyech in het uitduel op de hertgang de titel te veroveren in de beloftecompetitie. Stond 2-0 voor, werd nog 2-2, maar als je dan de laatste 10 minuten nog 3-2 maakt, dan is het feestje compleet, denk ik. Geweldige avond, hè, trainer? Oh, wat een mooie avond, hoor. Ja, trainer, wat denken we dit keer? Wat denken we dit keer, trainer? Diesel. Hè? Wat denken we? Weer diesel, ja. Ja? Was het spannend vandaag? Ja, jullie wilden graag gelijk spelen, maar ik denk we gaan gewoon winnen. Oké, okay. Goeie dag, man. Dankjewel. Ja, feestelijk. Tenminste, als je ziet wat allemaal op het veld stond. Maar dat hebben deze jongens toch goed gedaan. Er komt er nog een aan, er kon ook een Duitser zijn, dat is Hakim Ziyech. Successeizoen met de beloften moet seizoen 2013-14 het jaar worden van de doorbraak. En dat lukt. Trainer Marco van Basten geeft Ziyech de kans zich te bewijzen en deze grijpt hij aan met beide handen. De jongens hebben vorig jaar een goed jaar gehad bij het beloftenteam. En ja, die zijn toe aan de volgende stap. Nou, de volgende stap is een hele grote stap. Dus ja, of een ieder daar capabel voor is, dat moeten we nog afwachten. Maar we zijn in ieder geval wel als club ervan uitgegaan dat zij wel de kansen verdienen. Vooral in het oefenduel tegen A-agent laat Ziyech zich zien. De Belgen hebben op Sportpark het Paradiske de grootste moeite om grip te krijgen op de middenvelder. Ze moesten je wel hebben vandaag. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Een paar goede tikken gehad, maar dat hoort bij de wedstrijd, denk ik. Ja, en het hoort ook bij een speler die veel gevaar sticht en dat deed je. Ja, ik was wel op dreef vandaag, denk ik. En dan als je een paar tikken krijgt, dan moet je gewoon doorgaan. Voor deze wedstrijd zijn Marco van Basten, de jongens die vandaag starten, die zouden zomaar eens de basis zelf kunnen gaan vormen bij de competitie. Dat is leuk om te horen, maar de keuze is altijd nog van de trainer. En we zullen in het begin van de competitie afwachten en dan zullen we kijken wie er speelt en wie niet. Wat is je eigen gevoel voor dit seizoen? Natuurlijk, je wil basisspeler worden. En, je moet laten zien wat je kan, anders heeft het geen zin. Met Ziyech in de basis wint SC Heerenveen de eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 4-2 van AZ. Ziyech die nu achter de bal staat en het weer ineens probeert. Ja, hij zal ook gezien hebben dat Esteban wat onzeker aan deze wedstrijd is begonnen. Ik denk dat we een goede voorbereiding achter de rug hebben. En ook een compliment aan de trainer dat hij ons goed heeft aangepakt. En we hebben laten zien vandaag dat wij op zich wel een goed voetballende ploeg zijn. Een week later scoort de middenvelder in de uitwedstrijd tegen NAC Breda zijn eerste goal in de Eredivisie. De Rauwelaar kijkt de bal na en hij ligt erin. Wat een geweldige goal! Zie je links? Ja, goed. Van den Berg in de corner. Ja, het is 3-2 voor Heerenveen. Zie je houdt het overzicht en Van den Berg scoort. Over de muur en die gaat erin. Het is een prachtige vrije trap van Ziyech. Ziyech neemt over, ziet de keeper voor zijn doel staan. Ziyech! Oh! Wat een fenomenaal doelpunt van Hakim Ziyech. Ziyech, je moet schieten. En het is raak.
De bal verdwijnt in de korte hoek, onder komt Lach. Er is een plaatje van een treffer. En een prachtige geplaatste bal en hij flikt het weer. Wat een magnifieke goal, weer zie je. Zie je, 2-0. Een waanzinnig mooie aanval van Heerenveen. Hij scoort de 2-0 met zijn 9e alweer van het seizoen. Met 9 goals en 10 assists in de Eredivisie maakt haar team grote indruk op de fans. Ondanks dat Alfred Verbovenson met 29 doelpunten topscorer van de Eredivisie is, wordt Ziyech verkozen tot speler van het jaar. Ja, dat is een mooi gebaar van de fans. Ik wil ze daarvoor bedanken. Had je het verwacht dat jij speler van het jaar zou worden? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had in eerste instantie gedacht dat Alfred hem zou worden. Maar op het moment dat je dan te horen krijgt dat jij het bent, ben je wel blij. Ja. Als je Hakim ziet spelen, dan is het natuurlijk een geweldige voetballer. Een enorm goed overzicht met een fantastisch linkerbeen. Die in 1-2 acties iemand van de ene kant van het veld naar de andere kant vrij voor de keeper kan zetten. Nou, dat is een kwaliteit die niet veel mensen hebben. En ja, hij heeft zich wat dat betreft dit jaar heel erg goed ontwikkeld. Maar het is een geweldige speler die zijn kans heeft gepakt. En hij is inmiddels bekend in Nederland. En dat is mooi dat hij dat zeg maar, heeft bewerkstelligd. Na 2 wedstrijden in het seizoen 14-15 maakt Ziyech de overstap naar FC Twente. Zo komt er voor Ziyech een einde aan een periode van ruim 10 jaar in Friese dienst. Waarin hij uitgroeide tot misschien wel een van de beste middenvelders die we ooit in het Heerenveen-shirt hebben gezien.